afgaat. Dan kom je op onbegaanbare paden en dat gaat niet altijd goed. Maar vastzitten is net als een drone. Ja, die zit ook wel eens vast. En dan moet je soms even wachten, even een bakje koffie drinken. Even afstand nemen. En dan even kijken hoe je op een andere manier kan. Want dezelfde weg gaat... Nou ja, je moet wel dezelfde weg terug in bij deze, want ik zit met mijn wielen vast. En een drone heb je natuurlijk ook heel vaak dat je vast zit. En dan moet je echt gaan kijken van... zijn er andere strategieën die je misschien nog helemaal niet kent? Is het iemand anders? Is het iets doen wat je nog niet eerder hebt gedaan? Maar soms gewoon niet meteen beginnen. Even afstand nemen. Even zien hoe je het gaat doen. Even een plan maken. En even tot rust komen. Dat helpt ook. Want het is altijd een beetje stress. Maar het is eigenlijk ook wel weer leuk. Want dat is natuurlijk wel weer avontuur. Dus het is een soort mix. We zullen zien hoe we dit gaan oplossen. Eerst een bakje koffie, Tim. We reizen rond. En wij laten mensen proeven aan de toekomst. En omdat we ook vragen naar de toekomst. We vragen op allerlei plekken. Hoe zie je de toekomst? En dit is het voedsel van de toekomst. Oh. Kijk, met sprinkhaan, oh. Meelworm en krekel. Ja. Heb je dat wel eens geprobeerd? Ja, heb ik zitten gedacht van nou, dan ga ik eigen bedrijfje langzaamaan opstarten. Ja, en hoe heb je dat gedaan? Opleiding volgen. En dan collega's gaan helpen. En dan Ja. Maar hoe kom je aan meer klanten? Heb je een idee? Ja, mond op mond, dat is het beste. Zoals je nu doet? Ja, zoals nu, ja. Toch mijn schoen even uitdoen. Dus ik denk toch wel 6 man. Doe maar. Ja, 6 personeel. Eerst de beste stap die je zelf zou kunnen maken, korte termijn, om heel eind in de buurt te komen van ons bedrijf. Flyers, foldertjes. Flyers? Ja. Je wilt in beweging brengen. Ja. Waarom ben je zo goed? Hartstikke. Afvallen. Ja? Nee. Denk ik. Hoeveel? Nou, kilo of 6, 7. Nee, wat zou voor jou zijn? Bij mij meer trainen en meer tijd hebben we ervoor. We gaan natuurlijk nog naar school en. Ja, ik heb natuurlijk dromen, maar niet heel bewust. Dus je wordt wakker en dan gebeurt er van alles. En weer, dan zit je weer helemaal in je leven. Heel veel verplichtingen en dingen die ik gewoon in de dag moet doen. Want dit is voedsel van de toekomst, omdat we over de toekomst praten. En het is heel duurzaam en heel gezond, maar het is wel spannend. Het ziet er ook prachtig uit, joh. Wil jij een beetje van nieuwe dingen doen? Nou, op zich wel. Ik kom er niet zo heel veel aan toe, omdat mijn zoontje autistisch is. Ja. Maar we kunnen ook samen dingen wel ontdekken, want we hebben bijvoorbeeld een wandeling gedaan en dan zijn we verdwaald bij punt 9. En dat hebben we opgelost door dat verdwalen als soort doel te behandelen. En nu is het als iets mislukt of als we de weg kwijtraken of wat dan ook, dan hebben we punt 9 gevonden. Dus het doel op zich. Zo kan je een twist. En als je iets kwijtraakt, kan je eigenlijk, dan heb je iets gevonden. Oh. Maar jij zei net van, ik vind het moeilijk om te dromen, omdat ik gewoon door zoveel dingen in beslag word genomen. Ja, dat is wel zo. Ja, het is een enorme drukke wereld. Mijn moeder zei, die is 89, die zei vorig jaar, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik geen Sinterklaas heb gevierd. Waarom? Laten we dat gebeuren eigenlijk, dat we daar niet, en dan niet zozeer met haar, maar met ons, want het zegt iets over ons als kinderen gewoon, van dat niemand eigenlijk meer tijd heeft om lekker bij elkaar te gaan zitten en iets leuks te maken. Zo. Wat zou een eerste stap kunnen zijn, een voornemen, op korte termijn, wat jou in die ruimte zou helpen, een stukje, dus niet meteen alles, maar waardoor je iets meer van die ruimte hebt om dat te laten gebeuren? Als je zegt, als ik dat schrap, dan ontstaat er ruimte. Mijn kranten opzeggen. Als je daar kijkt, zie je allemaal sporen. Of misschien ziet er niemand. Ja, wij zaten vast. Er zat iemand dat te fotograferen. Want ik zat onwijs vast. Want ik had hem naast de weg een beetje gezet. Omdat en terwijl ik met Tim over, als je dingen gaat doen, dromen hebt, dan ga je heel vaak eventjes
hè, van het gaande paden af. En dan kom je van. En je kan het zien als avontuur, maar als je erin zit, voelt het niet altijd zo. Wat gebeurt er? Komt er een jongen aan en zegt: ik heb een Range Rover. Ik trek hem zo aan.